Benefietfilm voor hulp aan Oekraïne in Gigant. En Aprilletje Zoet geeft nog wel eens een witte hoed. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een benefietfilmactie in Gigant. De bekroonde indringende Oekraïnse film The Guide wordt binnenkort op het grote doek vertoond. Deze film wordt landelijk uitgebracht, is nog nooit eerder in Nederland vertoond. Hij komt uit 2014. Is toen niet aangekocht. Er zijn heel veel films die gemaakt worden in de wereld en niet alle films worden in Nederland uitgebracht of aangekocht door een distributeur. Dus deze film is ook blijven liggen, maar hij heeft nu toch een distributeur gevonden die heeft gezegd van ja, ik vind het toch wel heel belangrijk om de film nu in deze tijd uit te brengen. En dat doet de distributeur helemaal belangeloos. Dat doen de theaters belangeloos. Dat doet het transport. Alles wordt belangeloos georganiseerd, zodat iedere cent die deze film gaat opleveren in Nederland ook naar Giro 555 kan. De film speelt zich af ten tijde van de Stalin-repressie in de jaren 30. De 10-jarige Peter speelt erin de hoofdrol en slaat op de vlucht voor de politie als zijn Amerikaanse vader op brute wijze wordt vermoord. Als blijkt dat hij geheime documenten over de repressie bij zich heeft. Deze film, The Guide, is niet echt, dat je zegt, een vrolijke film. Integendeel eigenlijk. Nee, het is absoluut geen vrolijke film. Hij speelt in de jaren 1930. Toen eigenlijk ook een hongerwinter was. Stalin heeft toen de wetten rond de voedselproductie veranderd. Waardoor er eigenlijk 100 jaar geleden hetzelfde gebeurde als wat er nu gebeurt in Oekraïne. Dus het is zeker geen vrolijke film. Maar het is wel een hele mooie film, een indrukwekkende film. En voor mensen die toch geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Oekraïne, zeker de moeite waard om te kijken. De film The Guide is zondag 3 april in Gigant te zien en begint om 3:30 middags. En op dinsdagavond 5 april om 8:30. Mocht je de film niet willen zien, maar toch een bijdrage willen geven, dan kan dat via de landelijke hulp aan Oekraïne op Giro 555. Afgelopen weekend ging de zomertijd in, maar van zomerweer is sinds vandaag niet echt sprake. Een depressie vanuit het noorden geeft tot zeker vrijdagochtend veel sneeuw. De sneeuw blijft in de avond en nacht liggen en kan leiden tot gladde wegen. Waar we met de kerst graag sneeuw willen hebben, gebeurt pas eind maart, begin april. Tja, het is weer even wennen.